We praten over de laatste muzikale groet van de overleden zanger Koos Albert aan zijn fans. Mag je de opvang van ex-gedetineerden en ex-TBS'ers overlaten aan commerciële partijen? Wat krijg je als je een documentairemaker en een jager samen op pad stuurt? En een man die zichzelf veroordeeld heeft tot een leven lang NEC. Dit is de Week van Gelderland. Grote onrust afgelopen week bij omwonenden van een voormalig wooncentrum, de Paasberg in Arnhem. De stichting Onderdak wil daar 40 ex-gedetineerden en mensen met een psychiatrische achtergrond huisvesten. Vandaag werd bekend dat de gemeente Arnhem niet mee wil werken aan die plannen. Het is ook logisch, er zitten ook mensen van 80, 90. Het is toch ook, die hebben hun leven lang hier gewoond. En dan krijgen ze dat ene keer aan de overkant. Eruit. Wat Wilde Geest vertelt, dat hoor ik ook uit de monden van de andere bewoners van de seniorenflats. Ze zijn bang, ze zijn angstig. En de 7 mensen die hier al wonen, die moeten wat hun betreft gewoon weg. Naast de angst is er ook kritiek. Dat er vooraf niet met de buurt gesproken is door Stichting Onderdak, die 30 tot 40 mensen in de flat wil opvangen. Niet in een woonwijk. En vooral in de woonwijk waar kinderen zitten. Dat is het ergste. Nee, ze horen weg. Ja, echt. Bij ons SP-raadslid Gerry Elfrink. Kunnen omwonenden nu rustig gaan slapen? Is alles opgelost? Nou, dat is helemaal de vraag. De wethouder heeft gezegd, ja, het past niet in de bestemming. Dat is natuurlijk nog een ander verhaal dan... Ja, ik vind het eigenlijk helemaal geen geschikte partij om deze zorg te verlenen. Want Stichting Onderdak is een beruchte stichting. Ik heb onderzoek gedaan naar een aantal stichtingen, waaronder de Stichting Onderdak. En overal in Arnhem veroorzaken zij echt onaanvaardbare woonoverlast voor hun buren. Ja, want jij hebt locaties bezocht, hè, van die Stichting Onderdak. Ja. Onder andere op de Johan de Witlaan, ja. Ook hier in Arnhem. Je hebt gesproken met bewoners, met cliënten dus, maar ook met omwonenden. Welke verhalen kreeg jij te horen? Nou, mensen die gewoon 's nachts geen oog meer dicht doen en 's morgens wel naar hun werk moeten. Ja, daar gewoon aan onderdoor gaan. En aan de andere kant, de cliënten die eigenlijk gewoon hele goede zorg zouden moeten krijgen, maar dat niet krijgen. En in huizen zijn gestopt van huisjesmelkers. Eigenlijk aan alle kanten financieel worden uitgekleed. Eigenlijk als verdienmodel worden gebruikt in plaats van als een mens die zorg nodig heeft. Dus eigenlijk zeg jij, is de locatie geschikt, moet de gemeente niet opwerpen, maar is deze partij überhaupt geschikt om mee in zee te gaan? Ik denk dat we deze zorg heel anders moeten organiseren dan we nu doen. En het uit de handen van dit soort partijen, cowboys, moeten gaan halen. Naast jou staat strafrechtadvocaat Jan-Jesse Liefdink. Je bent ook lid, hè, van de Vereniging voor TBS-advocaten. Ja. We zien in Nederland dat steeds meer kleine commerciële zorgbedrijven een contract krijgen, hè, om ook zorg te verlenen aan mensen, aan ex-gedetineerden en ex-TBS'ers. Wat vind jij van deze ontwikkeling? Dat vind ik heel gevaarlijk. Ja, dat is eigenlijk een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ja, omdat deze partijen eigenlijk gewoon niet goed geëquipeerd zijn om deze zorg te verlenen aan mensen die behoorlijke forse problematiek hebben. En waar ontbreekt het dan aan? Wat maakt het dan gevaarlijk? Nou ja, met name dat er eigenlijk slecht gekwalificeerd personeel rondloopt. Ik hoorde het Gerry net zeggen. Het gaat eigenlijk om cowboys die dan de markt inkomen en eigenlijk inderdaad met een verdienmodel werken, maar eigenlijk geen idee hebben van hoe ze zorg moeten verlenen. Terwijl juist het gaat om een hele kwetsbare groep aan wie hele goede zorg verleend zou moeten worden. En dus niet gebeurt, althans te weinig gebeurt. Zeker als het gaat om dit soort kleine commerciële instellingen. Wij hebben, Omroep Gelderland heeft een tijdje terug onderzoek gedaan naar deze instellingen in de regio Arnhem, 29 instellingen om precies te zijn. 12 daarvan zijn er maar bezocht, hè, door de GGD in opdracht van de gemeente. Ja, en door dus inspectie voor de gezondheidszorg, als het gaat om de forensische zorg, zijn er volgens mij is er niet één bezocht. Nee. Dus dat is heel bijzonder schokkend. Zeker als er vanuit justitie komen er dan verzoeken. Er komen verzoeken naar justitie toe. En vervolgens wordt daar forensische zorg verleend. En dan
wordt die forensische zorg niet gecontroleerd. Ja, nou, aan dat de voorkant zijn er nauwelijks kwaliteitseisen. Exact. Bleek uit het onderzoek. En achteraf wordt er dus ook niet toezicht gehouden door de juiste instellingen, zeg jij. Dat klopt, ja. Er wordt eigenlijk geen toezicht gehouden. En er wordt eigenlijk ook alleen toezicht gehouden op basis van signalen. In plaats van dat er eigenlijk op het moment dat er een nieuwe zorgaanbieder komt, dat ze meteen gaan kijken van hoe heeft deze zorgaanbieder dat nou geregeld als het gaat om het verlenen van die forensische zorg. En dat gebeurt niet. Dus eigenlijk zou je allemaal vanaf het begin af aan moeten stellen van er is een zorginstelling. Nou, daar gaan we mee in zee. Er wordt een partner, gaan we mee in gesprek. En vervolgens gaan we kijken hoe die dat dan heeft ingericht. We hebben veel deskundigen gesproken. Een van de deskundigen was Jos Poelman. Zeker, bekend, oud-directeur van de Pompenkliniek. Hij zegt het volgende. Nou, wat mij het meeste stoort is dat er tonnen belastinggeld worden besteed aan behandeling van die mensen in de klinieken. Dat is een goede zaak. En dat ze daar dan uitkomen en mogelijk al na een jaar of anderhalf jaar weer helemaal terugvallen in drank- en drugsgebruik en in alle dingen die we nou juist in die klinieken ze hebben afgeleerd. En dat is, ja, dat is doodzonde. Weggegooid geld, zegt Jos Poelman. Ben je het daar mee eens? Ik vind het iets te kort door de bocht. Kijk, nogmaals, ook in TBS-instellingen wordt drank en drugs gebruikt. Dus dat is op zich niet een argument. Maar wat wel zo is, is dat eigenlijk de stap vanuit een TBS-instelling naar zo'n forensische zorg, die is eigenlijk net te groot. En daarbij komt dat ook, dus die doorstroom is lastig. En die wachtlijsten daarvoor zijn ook heel erg lang. Ik heb een cliënt gehad die 2 jaar vanuit een kliniek moest wachten in die kliniek op uiteindelijk een plek in zo'n forensische woonzorginstelling. Nou, dat is natuurlijk veel te lang. Maar als hij dan die stap zet, dan is eigenlijk die stap net te groot. Dan krijgt hij eigenlijk net te snel die vrijheden. En zou dat eigenlijk beter gefaseerd moeten worden opgebouwd. Ik dacht juist dat door bezuinigingen in de TBS-zorg TBS'ers sneller doorstromen naar dit soort instellingen. Maar dat is niet zo. Nee, dat is op zich, blijkt ook uit recent onderzoek, dat is op zich niet zo. Ze willen het wel, alleen ze moeten ook die plekken kunnen vinden. En er zijn gewoon in die instellingen gewoon op dit moment te veel wachtlijsten, waardoor dus die doorstroom eigenlijk niet goed van de grond komt. En je zegt, als ze dan in zo'n instelling terechtkomen, zoals die van de Stichting Onderdak, dan zitten deze mensen niet op de juiste plek. Nou, dat is ook altijd, dat is lastig om dan een hele grote, categorie daar meteen dan maar zo onder te schalen. Hè. Maar wat je ziet is dat er eigenlijk beter moet worden gekeken naar een persoon, een individu. Die moet dan op een plek terechtkomen wat ook een geschikte plek voor die persoon is. In plaats van dat wordt gekeken van we hebben een wachtlijst. Nou ja, dan bieden we hem daar maar aan, want daar kan hij het snelst terecht. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de huidige praktijk. Er moet maatwerk geleverd worden. Jullie hebben van ons ook die inspectierapporten gekregen. Die zijn helaas niet openbaar, hè, want dan zouden de omwonenden zelf een oordeel kunnen vellen over de situatie bij deze stichtingen. In principe zijn ze wel openbaar, hè, maar de gemeente heeft ze nog steeds niet gepubliceerd. Nee. En daar hebben wij ook opmerkingen over gemaakt. Ze zouden wel gepubliceerd worden, maar is nog steeds niet. Dat is maanden geleden beloofd, hè, door de verantwoordelijk wethouder. Als jouw kind daar geplaatst wordt, dan moet je toch op zijn minst kunnen zien wat is dat dan voor instelling en hoe is die eigenlijk beoordeeld? Zit dat daar wel goed? En ook als dat jouw nieuwe buren worden, zo'n instelling, hoe zit dat daar dan? Ik denk dat openheid en transparantie heel erg belangrijk is bij dit soort zaken. En die wordt dus niet gegeven door de gemeente Arnhem. Naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland heeft de gemeente Arnhem en aangekondigd verscherpte maatregelen te nemen. Hè? Ook onze minister en staatssecretaris hebben dat toegezegd. Mm-hmm. Zij hebben het echter over incidenten. Jullie hebben die rapporten ingezien. Zijn het incidenten waar we het hier over hebben, Jan Jesse? Nee, het zijn met name structurele tekortkomingen. Het gaat inderdaad om incidenten met betrekking tot het drugsgebruik, een keer wapens die zijn aangetroffen. Dat zijn inderdaad incidenten. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het inschakelen van goed gekwalificeerd personeel. We hebben het net over het woord cowboys is al gevallen. Dat zijn natuurlijk geen incidenten. Dat zijn eigenlijk wat mij betreft structurele tekortkomingen in de zorg. En die moeten wat mij betreft keihard worden aangepakt. Nu zegt de gemeente Arnhem, deze locatie is niet geschikt.
Maar dat wil niet zeggen dat dus dezezelfde stichting onderdak elders in Arnhem een locatie kan vinden. Dat klopt. En er zijn ook andere stichtingen, eigenlijk in soortgelijke locaties, die, waarvan ik zeg, ja, maar die zijn ook helemaal niet geschikt. Dus wat gaan we daar dan aan doen? Ja, veel fundamenteler is, wij moeten deze vorm van zorg op een hele andere manier gaan organiseren. In ieder geval de gemeenteraad van Arnhem heeft tegen de wethouder gezegd, wij willen een onderzoek om alle perverse marktprikkels, hè, waardoor dus commerciële partijen gewoon kunnen verdienen aan de mensen die zorg nodig hebben, hoe we die eruit gaan halen. Dus echt de markt uit de zorg gaan halen. Deze mensen verdienen meer dan een verdienmodel. Nou ja, wat natuurlijk lastig is, en daar zit je natuurlijk mee, die mensen moeten natuurlijk wel goed worden opgevangen. Precies. En op het moment dat je zo'n stichting onderdak uit de markt haalt, dan zijn er, nou, hoeveel mensen, 100, die er bij zo'n stichting zitten, die staan dan op straat. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus je moet goed kijken hoe je dat dan verder, waar je die mensen dan vervolgens eventueel kan onderbrengen. Dus dat is eigenlijk wel een groot probleem. Wat je verder ziet is denk ik vanuit justitie nu, en dat is wel goed, hè, er komen ook maatregelen vanuit justitie op die forensische zorg. Dus er wordt de inspectie voor veiligheid en voor justitie en veiligheid moet ik zeggen, die gaat nu onderzoek doen naar die forensische RIBW's noem je dat, hè, die woonvormen. En dat onderzoek gaat eind van 2019 starten. Nou ja, en dan gaan ze kijken ook in hoeverre dat goed gaat. En wat ik belangrijk daarin vind, is met name dat goed gekwalificeerde personeel. Dat moet goed worden beoordeeld door zo'n inspectie. Dat moet goed op orde komen. Even tot slot, heel kort, Gerry. Maakten deze omwonenden zich terecht zorgen, ja of nee? Ja, absoluut. En die zorgen zijn ook nog niet weg. De gemeente Arnhem heeft het voornemen om 4 miljoen per jaar op deze vorm van zorg te gaan bezuinigen. Dus ik hou mijn hart wel vast. Duidelijke taal. Dankjewel, heren. Graag gedaan. Dit was de Week van Gelderland, waarin Duncan Lawrence het Songfestival won. Yeah! En dus wordt het Liedjesfestijn volgend jaar in Nederland gehouden. En in Arnhem zouden ze dat maar wat graag organiseren. Nou, ik zat te denken aan absoluut de Gelderdoom. Ik ben enthousiast, heel veel partijen zijn enthousiast. De Raad gaan we vol enthousiasme ook meekrijgen. Dat heb ik al gezien op Twitter. En daar gaan we er een geweldig succes van maken. Over succes gesproken, het is toch echt waar? We hebben een wolvenpaar. Deze twee wolven vormen sinds kort een setje. En dus komen er misschien wel welpjes. Nou, ik geloofde eigenlijk mijn ogen niet. Ik moest even in mijn arm knijpen om te geloven wat ik zag. Een blije boswachter dus. Maar niet iedereen hangt de vlag uit. De grootste schapenkiller die ons land kent tot nu toe. En deze twee vrienden uit Wageningen verzamelden deze week heel veel handtekeningen voor een nieuwe skatebaan. 1061, en dat is meer dan sommige politieke partijen stemmen hebben gekregen. En stemmen mocht deze week ook weer. Ditmaal voor de Europese verkiezingen. Ik denk wel dat je iets mist, ja. Ik denk dat het eigenlijk de meeste mensen niet zoveel boeit. Het is niet zo sexy. En sexy of niet, deze week werd de Marikkeloop voor de 17e keer gehouden. Opvallende deelnemster is Ria. Ze liep alle edities uit. En ze was net als vorig jaar de snelste van alle 80-plussers. Ja, verleden jaar was ik de eerste in mijn categorie. Dacht ik, maar ja, er deed er maar eentje mee. Dus dat zou je niet zeggen. Ja, we gaan hier aan tafel praten over Koos Albers, de zanger van het levenslied die eind september vorig jaar overleed. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst nog even kijken naar zijn laatste applaus. Ja, bij ons te gast Joke Albers, jarenlang de steun en toeverlaat van haar man Koos en zanger René Kast. Van harte welkom. Ja, Joke, hoe gaat het met je? Ja, goed. De wereld draait door en ik draai gewoon mee, hè. Je moet gewoon verder en het is niet anders. Ja, ondanks dat Koos is overleden, is er nu toch een laatste muzikale groet van hem verschenen. Geschreven door René Kast. René, hoe kwam die samenwerking met Koos tot stand? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu Koos even zo weer in beeld zie. En dan denk ik,
bij al onze optredens die we bijvoorbeeld bij het Mega Piratenfestijn hadden. Het was een soort vader voor iedereen. Hè? Hij had met elke artiest had hij wel een goede klik. Er waren maar weinig mensen die eigenlijk, denk ik, ik zou het niet weten, met wie hij niet door één deur kon. Nee. En ik kon met Koos altijd heel erg goed. En het was gewoon jaren geleden dat hij eens een keer vroeg van, kun je voor mij niet eens een keer een liedje schrijven? Ik zei, nou, dat vind ik, wil ik wel eens proberen. Maar ja, dat kun je niet op stel en sprong, heb je dan volgende week een liedje of zo. Nee, dat is, nee. De inspiratie moet komen. Je moet denken, ja, waar ga je het over hebben? En zo ineens was ik aan het schrijven. En ik kwam terug. Het was wat later. En ik heb gebeld zo van, Koos, ben je nog wakker? Nou, ze waren nog wakker. Ik zei, nou, vind je het goed dat ik even langskom? Want volgens mij heb ik een leuk liedje voor je. De Amsterdammer. Ja, ja. Heb ik in Amsterdam. En waarom dacht jij, nou, dit is nou echt een liedje voor Koos Albers. Ja. Dit past bij hem. Ja, ik weet het niet. Weet je, soms dan heb je dat. Dan is dat gevoel zo goed dat je denkt, nou, dit is echt een liedje voor die artiest. En dat was gewoon met de Amsterdammer, was dat gewoon zo. Het is natuurlijk Mr. Amsterdam. Ja. Altijd geweest. En Joke, dan komt René bij jullie met het liedje. Wat vond Koos ervan? Hij vond het heel mooi. Hij zei, nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maak er maar een demo van. Maar het was een wals, het was een langzaam nummer. En toen René met de demo kwam, toen had hij ook een uptempo stuk ervan gemaakt. Dus nou, dat vonden we eigenlijk toch nog leuker. Want Koos heeft natuurlijk heel veel ballads gemaakt. Ja. En uptempo, ja, dat was ook wel eens een keer leuk. Even een keer wat anders. Ja, nou ja, en heel vrolijk. En ja, hij heeft het zo op zijn lijf geschreven. Het is echt Koos. Als je het nummer hoort, gaat het over Koos. Ik denk dat we gewoon even een stukje moeten gaan luisteren, ja, toch? Het raakt je, hè, Joke? Ja, het is heel mooi om te zien. Heel mooi. Hij heeft zoveel plezier daaraan beleefd, aan al zijn optredens. Hij ging er blij heen en hij kwam blij terug. Dus hij kreeg daar gewoon energie van. Dus wij hebben ook nog nooit één keer gehad dat we s'avonds om 9:30 de deur uitgingen. En dat we zeiden van, gadverdamme, dan moeten we alweer. Echt nog nooit. En die blijdschap, en de lol die hij had in het zijn van zanger en zijn fans. Dat straalt het lied uit, hè? Hij had ook gewoon heel veel humor. Ja. Hoe vaak hij ook niet uit zijn stoel gevallen is, weet je? Hij was nergens bang voor. En ja, dit nummer is gewoon Koos. Nee, ik weet nog dat hij levensgevaarlijke capriolen uit heeft gehaald omdat er een lampje moest in, toch? Ja, nou, hij is zo vaak uit zijn stoel dat ik zei, verdomme, kijk nou eens een keer uit. Je kan je allebei je armen breken. Dan kan je helemaal niks meer. Want hij had alleen maar zijn armen. Maar uitkijken kwam in zijn woordenboek helemaal niet voor. Hij was nergens bang voor. René, dit nummer was nog niet uitgebracht toen Koos kwam te overlijden. Nee, hoe kwam jij erachter dat hij het al heel vaak had ingezongen in zijn studio thuis? Weet je, dit nummer lag natuurlijk al een paar jaar bij Koos. En ik weet gewoon dat hij het heel leuk vond en dat hij het heel graag wou doen. Alleen door allerlei omstandigheden kwam het er gewoon niet van. En nou, toen uiteindelijk het te laat was, dan gaat er eerst een periode overheen. En toen belde ik weer een keertje met Joke. Ik zeg, kom je even een kopje koffie doen? Dat deed ik wel vaker. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, wat zou het nog een geweldig iets zijn als we een soort van laatste groet doen met dat liedje. Ik zei, nou, dan moet ik in de computer. Want dan moet ik kijken wat hij heeft opgenomen, wat hij heeft ingezongen. Hij had heel veel ingezongen, hè? Ja, echt niet normaal. Ja. Ja, hè? Voor mij, elke keer als hij draaide, nam hij het ook op. Dat zegt toch al alles? Ja, dus ik had wel 100 spoortjes. Met een betere versie dan deze had je niet kunnen maken, denk ik. Nee, nou ja, Koos was wel, en dat hebben we net ook al een beetje verteld voor de radio. Koos had nog wel eens de neiging om in zinnetjes woordjes om te draaien. Ja, op weg te laten. Dan zei hij niet er is, maar is er. Weet je, dan maakte hij er iets. Dus dat ik moest zo makkelijker voor ja, hem. Dat dan, hij dan, ja, dat vond hij dan lekker te zingen. Ja. Maar dat heb ik dus, want we hebben uiteindelijk dus alle spoortjes meegenomen. En toen zijn we naar Etten van Hoevelaak gegaan in Holten. En daar heb ik een dag lopen puzzelen om alleen maar woordjes. En
dingen achter elkaar te plakken. En toen kwam deze prachtige versie. Ja. Hoe is dit voor jou dat dit nummer nu uitkomt, Joke? Biedt dat ook troost? Nou, ik weet gewoon dat hij er heel blij mee geweest zou zijn. Want dat hij zei, René tegen mij zei van, denk je dat het nog wat met het nummer kan worden? Toen zei ik meteen van, nou, ik denk dat je Koos heel blij maakt als het alsnog uit kan komen. Want het is Koos, dat liedje is Koos, ja. Zo is hij. En jij bent nu hartstikke druk met de promotie. En hij laat mij gewoon hard werken nu. Ja, en hij denkt, ja, jij zit met je luie kont op de bank, ga maar eens even lekker aan het werk. Ja. Wat zou hij nu tegen je gezegd hebben op dit moment? Nou, dat doe je goed, denk ik. Ik denk dat hij keihard lacht. Maar het is wel heel raar. Want hij denkt, die heb ik toch eens even lekker aan het werk gezet nog. Maar het is wel heel raar dat je nu eigenlijk overal alleen komt. Terwijl ik altijd er wel bij was. Maar dat ging altijd om hem natuurlijk. Ja. En, maar ik voel me wel gesterkt met hem naast me. Ja. Dus wat dat betreft... Ik vind jullie een goed duo. Ja, zullen wij hier met z'n allen heel hard klappen dan voor Koos? En dat prachtige nummer dat er gelukkig nog is verschenen. Een hele mooie laatste groet aan zijn fans. Dank je wel. Dan echt iets heel anders. Hij is pas 24 jaar. Hij is jager, heeft een populair jachtaccount op Instagram. Zij kent hem nog van de middelbare school, is documentairemaker en vroeg zich af, kun je dieren liefhebben en doodschieten? En zo vonden ze elkaar. Ze hebben 7 maanden intensief met elkaar samengewerkt. Dat heeft de documentaire Alpha opgeleverd. En die documentaire gaat op 15 juni in première. Door heel veel mensen wordt geroepen dat jagen alleen maar schieten is. En dat verhaaltje gaat voor mij echt niet op. Ik ben voor van alles uitgemaakt. Een moordenaar, bedreigd, politie gebeld. Je maakt allemaal mee als je geweer bij hebt. Voor mij mag er meer openheid komen. We mogen laten zien wat we doen. Doe niks verkeerd, doe niks illegaals. Coming soon, ja. Aan de bar, Iris van Wijngaarden uit Nijmegen. Jij hebt samen met Imke die documentaire gemaakt. Dat klopt. Waarom een documentaire over de jacht? Ja, ik was een beetje gefascineerd door de jacht. Er is ieder jaar een soort terugkerende discussie over of het nou wel of niet goed is. En met de Oostvaardersplassen, zoals iedereen weet, is er nogal wat gebeurd. Dus ik was gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, hoe zit dat? Wat doen jagers eigenlijk allemaal? En, had jij zelf een uitgesproken mening al over de jacht voordat je aan de slag ging? Niet echt. Helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Ik had een klein beetje, misschien werd ik geleid door wat vooroordelen over jagers. Ik wilde er gewoon noem zelf... Noem eens zo'n vooroordeel. Nee, misschien dat het toch wel een soort van stoere macho mannenwereld was. Die toch een klein beetje de kick voelde. Het moet gebeuren hier in Nederland. Er is niet echt een andere oplossing voor. Ik had toch wel het een en ander... Wat ik wat vooroordelen. Ja, Koen van Wilde, jij bent die jager. Ja, jullie kennen elkaar van school en dan word je gebeld door Iris. En ze zegt dan, ik wil met jou een documentaire maken. Ja. Dan gaan die dames gaan dan 7 maanden lang ieder weekend met jou op pad. Hoe was dat? Ja, dat was een bijzondere ervaring. Ik heb vorig jaar in augustus al gecontacteerd en het eerste gesprek gehad. Van wat zij voor zich zagen en wat ik voor me zag. En toen vanaf januari zijn ze echt elk weekend mee geweest. En normaal ga ik altijd of alleen jagen of een vader of in ieder geval in besloten kringen. En nu gingen Iris en Imke elke keer mee op pad. Waarom heb je meegewerkt aan het documentaire? Via mijn social media account ben ik heel open over die jacht. Iedereen mag zien wat ik doe en waar ik mee bezig ben en wat jagers in het algemeen doen. En ik zag dit meer als een mooie kans van wat doen jagers. En ik hoop vooral meer openheid te creëren. Ik hoef geen begrip, echt niet, maar... Ja, mensen moeten kunnen zien wat wij doen als jagers. En was je niet juist bang voor negatieve reacties? Daar heb ik over nagedacht. Maar ja, die kreeg ik op social media ook. En dat mag. Mensen hoeven niet eens zijn met jagen. Dus negatief mag, positief mag. Vind ik leuker natuurlijk. Maar negatieve reacties horen erbij voor mij. Als je die gaat ontwijken, dan kun je niks meer, denk ik. Ja, je hebt een Instagram-account, heel populair, 20.000 volgers. Daar laat je hele mooie plaatjes zien van wat je doet. Ook hele zielige foto's, hoor. Maar ja, zo zie ik het dan. Maar daar krijg je dus ook die negatieve reacties soms. Ja, al is het vrij weinig, moet ik zeggen. Het is vooral positief. En dat komt omdat wij
vooral laten zien. Ik bedoel, ik ben maar een heel klein percentage van als ik in het jaar ben, ben ik met het geweer in het veld. Voor mij is ook jagen als ik met verrekijker het veld in ga. En daar geniet ik net zoveel van. En dat staat ook op Instagram. En ja, dat mag iedereen zien. En daardoor hoe oud was jij toen jij het eerste beest schoot? Het was ik 11 jaar. Elf jaar? Ja, best jong. Ja. En daar beleef je dan lol aan? Of nee, moet absoluut zien? Geen lol. Nee, ik heb echt geen lol aan doodschieten van dieren. Doodschieten van dieren is een deel van het jagen wat erbij hoort. Mm-hmm. Maar jagen is veel meer dan schieten. En ik heb ook echt geen lol. Ik heb, kan af en toe best wel een beetje emotioneel worden als ik iets schiet. Dat hebben Iris en Imke ook gezien. Maar ik heb daar echt geen lol aan. Nee, dat, nee. Nee. Ja, jullie zijn meegeweest 7 maanden lang. Ja. Wat was nou het moment dat het meeste indruk op jou heeft gemaakt? Ja, iets wat heel veel impact heeft gemaakt. Dus denk ik wel het moment dat hij echt wat heeft geschoten. We zijn er 1 keer bij geweest dat hij echt een ree heeft geschoten. En dat was wel een heel intens moment, denk ik. Ja, dat wij daar zo dicht op konden zitten. En dat is iets wat je eigenlijk niet echt meemaakt in het dagelijks leven natuurlijk. Dus... Is jouw beeld veranderd van jagers? Ja, ja. Ja, zeker. Ja, 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 ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken, als ik eerlijk moet zijn. Wat Koen zegt, 95% van de tijd is hij eigenlijk zonder geweer in het veld. En dat hoort ook bij het jagen. Het spotten, het koken, dat is voor hem ook allemaal jagen. Dus ja, mijn mening is wat dat betreft wel zeker veranderd. Wat is het doel van het documentaire? Ja, wij wilden eigenlijk een klein beetje meer voer geven voor de discussie. Dus echt gewoon alles laten zien wat er bij jagen hoort. En jullie nemen zelf geen stelling in het documentaire? Je hebt als persoon uiteraard wel een mening. Maar als makers laten wij die niet naar voren komen. Nee. 15 juni, dan gaat hij in première. Klopt. Je hebt hem nog niet gezien, Koen. Nee. Ben jij erbij bij die première? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, hele familie, vrienden, iedereen is aanwezig. Alles en iedereen ook mensen is aanwezig. Ja. Ja, jullie ook. Nou, filmfestivals, daar kunnen we hem gaan zien. Zeker, ja. En misschien ooit bij Tweedok. Wie weet. We gaan jullie in de gaten houden. Dankjewel voor de komst naar ons Mediacafé. Geef ze een applaus. Dankjewel. Het was een jaar vol teleurstellingen voor NEC. De club uit Nijmegen komt ook het komende seizoen uit in de Eerste Divisie. Bij ons te gast een man die zichzelf veroordeeld heeft tot een levenslang NEC. Bij die club lid is van de Raad van Commissarissen. En je hebt het boek geschreven Van Verliezen Leer Je Winnen. Leen Looijen, van harte welkom. Dank je. Ja, ik heb het op jouw Twitter-account gevonden, hoor. Ja? Levenslang veroordeeld tot NEC. Ja. Je knikt. Nee, maar het zijn jouw woorden. Ik heb 10 andere clubs getraind. Dus NEC is wel een groot gedeelte. Ik ben 12 jaar directeur geweest en 12 jaar trainer. En nu een jaar commissaris. Dus eigenlijk 25 jaar. Maar ik heb ook veel in het buitenland gewerkt. Jij hebt veel meer gedaan. Hoe is het met je allereerst? Nou, mij gaat het goed. Je moet met de club natuurlijk niet. Dat moeten we proberen om weer wat beter te maken. En het fijne daaraan is, als je kijkt, NEC is eigenlijk een beetje een klein Feyenoord. We hebben natuurlijk een dramatisch seizoen gehad, zei je net al bij de intro, dat klopt. Maar er zijn altijd nog 8000 mensen aan het kijken. Dus wat dat betreft is het niet trek aan een dood paard. Dus we moeten proberen om een beetje stabiliteit in die club weer te krijgen. Kijk, als je naar het verleden kijkt, ik ben geen narcist, maar ik was 12 jaar technisch directeur. Heb 12 jaar keurig in de Eredivisie gespeeld. Europees voetbal gehaald. Bekerfinale gehaald. Daarna kwam Karel Sabers. Heeft ook uitstekend gedaan. 7 jaar, dus bij elkaar 19 jaar eigenlijk. Maar als je zo'n geschiedenis hebt bij die club. Ja. Je zegt het al, hè, mooie successen behaald in de tijd. De club was stabiel onder jouw leiding. Dan moet dit toch pijn doen? Tuurlijk. Tuurlijk, ik leg eerlijk waar. Ik leef nog mee met het voetbal. Dus als ze verloren hebben, dan pak ik altijd een boek s'avonds als ik thuis kom. En dan ga ik proberen te lezen en mijn zinnen te verzetten. En dan ga je ook altijd... Het broer is... ik voel me nu vaak veel broerder dan dat ik zelf trainer was bijvoorbeeld. Dan wist je van tevoren, dat is het plan. Hè? Ja. Als die slecht speelt, doe ik dat. Als ze met 3 spitsen speelt, doe ik dit. Als ze 2 spelen, dan doe ik dat. Dan heb je de touwtjes lekker in handen. Dan ging je rustig zitten en je deed wat je moest doen. En nu zit ik af en toe wel eens van, denk, haal die eraf of doe het zo. Weet je wel. Nou, nou schreef jij het boek, hè? Van Verliezen Leer Je Winnen. Nou, dat heb ik niet geschreven, hoor. Ja, ja, goed. Jij hebt de verhalen in ieder geval aangedragen, toch? Bert Nederlof van VI, die heeft mij gebeld. Toen zei ik, wil je biografie maken? Maar de input kwam van jou? Ja,
En vanuit de kelder. Nee, ik ken je goed genoeg om te weten dat jij over iedere zin wat te zeggen had in het boek. Nee. Ik ben niet. Maar ik wou vragen, welke lessen moet NEC dan trekken uit dit seizoen? Nou, eigenlijk, jij zegt van verliezen kun je leren. Ik heb net gezegd op de radio. Ik zeg, wij moeten zorgen dat we weer een stabiele technische organisatie krijgen. Met een TD, een technisch manager of een technisch platform of weet ik wat. Die een lijn neerzet en waar je je ook aan houdt. Alleen, het is natuurlijk allemaal veel moeilijker geworden. Herken ik ook. Na het Bosman-arrest is voetbal totaal veranderd. De spelers zijn de baas geworden. Vroeger had ik 3 spelers die wisselden per seizoen. Nu heb je de 12. De rol van trainer is ook erg veranderd. Je moet weer een nieuw elftal iedere keer maken. En aan het begin van maar ligt het daar aan dat de club onder jouw leiding, toen jij technisch directeur was, wel stabiel? Nou ja. En maken dit soort dingen dat het bij een chaos is? Want dat is het toch in Nijmegen? Je weet zelf ook, de laatste 8, 9, 10 jaar... Zijn er natuurlijk heel veel technische directeuren geweest, heel veel trainers geweest. Er zijn wat mensen versleten in Nijmegen. Dat is natuurlijk, daar word je niet vrolijk van. Nee. En dat leidt ook vaak niet tot betere resultaten. Dus daar moeten wij lering aan trekken. En ik probeer daar op te... Wat is dan de belangrijkste les? Als ze alles van jou aan zouden nemen, wat zou jij dan zeggen? Dat doen ze niet, hoor. Nee, dat weet ik. Nee, dat doen ze niet, maar dat wil ik ook niet. Nee, jij hebt daar wel een mening over. Ken je goed genoeg? Ja, ik heb overal een mening over. Zelfs over die dieren, hier. Maar jij noemde net al Carlos Albers. Die stond hier en die zei, die boekhoorn, die moet de hele zaak overnemen. Iedereen moet weg en leiding. Dat zou voor de club, met alle respect, die mensen hebben natuurlijk de club in leven gehouden. Die 4, 3 B's. En die 4 B's. Dus die mensen zijn ook geweldig teleurgesteld. Dat moeten wij ook accepteren. En in principe zou dat, denk ik, wat ook bij Utrecht gebeurd is met meneer Verzeumeren, zou bij ons ook geen goede zaak zijn dat er één man is die in feite, zo was het in de periode van Delft ook. Ik heb het makkelijker gehad. Hans en ik waren een duo. Hans van Delft, ja. En in feite hadden wij voor een groot gedeelte, met Zijen Visser erbij op de achtergrond, de technische leiding. En wat dat betreft zou dat geen slechte zaak zijn. Als je het goed ordent, dan kun je beter hebben. Als dat er een olieboer of een Russische maffia of weet ik wat erbij komt. Dat zijn ook mensen met een clubhart. Dat zou prima zijn. Toch even een verwijzing naar die club in Arnhem. Ik zal de naam niet noemen. Luister, ik was trainer van Vitesse. Dus ik ben helemaal niet anti-Vitesse. Ik gun ze alles. Nou, was Jack de Gier was dé droomkandidaat voor trainerschappen bij NEC. Ja. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Ja. Er moet een vervanger komen. Wat voor type moet dat zijn? Nou ja, er moet een type zijn. Kijk, in feite moet de club een visie, een missie en een visie neerleggen. En van daaruit, daar moet je een trainer bij zoeken. En door de nood gedwongen zal het ook best zo zijn. We hebben een fantastische opleiding. Onder 17 speelt de kampioenspelers bij het Nederlands elftal. A1 onder 19 speelt bij Ajax, Feyenoord, PSV in die kampioenspool. Dus wij zullen, denk ik, mede door de financiële middelen die minder zijn... veel meer moeten gokken ook op de eigen jeugd. Dan heb je een trainer ook nodig die opdracht krijgt om die missie uit te voeren. En ook bereid is om die mensen op te stellen. Ja, je zegt er wordt niet naar me geluisterd. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Volgens mij zei je wel. Ik wil niet de baas zijn. Ik wil helemaal niet de baas zijn. Maar jij zit gewoon bij die raad van commissarissen. Voel je ook een beetje verantwoordelijk voor de chaos? Nou, voor de chaos. Kijk, we hebben natuurlijk. Ik ben een jaar erbij. En ik ben ook mee verantwoordelijk voor het aanstellen van Jack. Ja. Remco was er al. Dus daar voel ik me niet verantwoordelijk voor. Die is ook gesneuveld. Remco Overzier. Ja, ja. Natuurlijk is het zo dat je. Ik had ook verantwoordelijkheid voor de Gier. En daar stond ik ook vol achter. Met mij trouwens iedereen, hoor. Het was een breed gedragen beslissing. Uitstekend gedaan bij Almere. Prima trainer geweest bij de jeugd bij ons. Scout bij ons geweest. Goed gedaan. Met Almere bijna tegen de Graafschap. Maar de Gier is vertrokken. Overzie is vertrokken. En jij zit er nog. Ja, nou, maar kijk. Als ze voor mij een betere kunnen vinden, dan ga ik ook, hoor. Ja. Ja. Jij moet volgend jaar gewoon lekker weer mee. Cambuur uit. Huh? Ik ben weer lekker bezig. Het is de laatste keer dat ik hier ben. Het is de laatste keer dat ik hier kom. Dat zeg jij iedere keer. Je komt toch wel weer terug. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Je blijft gewoon bij NEC en je schuift hier gewoon maar aan. Ik wilde helemaal niet, want ik krijg dat gezeur over NEC, wat ik ook de hele dag al heb in de stad als ik loop. Waar praat je liever over en dan? En zei ze, nee, dat gaat er niet over. Het gaat over jouw carrière als trainer. Nou, je ziet het, ik ben gewoon alleen over NEC aan het praten. Nou, misschien moet jij die trainer dan wel worden. Ik ben met valse voorwenselen door, Van der Maarden hier naartoe gehaald. Ja, is dat zo? Ja. Foei. Ja. Hij zei, je mag alles vragen over NEC. Ja, hij zei... Nou, en als het kan zit, geeft het bij de handje ook maar een keer een veeg als het nodig is. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee, je houdt je keurig in. Ja, bedoel ik.
Ik ga snel afronden, denk ik. Ja, nou, ik heb in ieder geval die uitzending weer gered. Maar vind je de vraag erg? Wat? Nou, vind je het vervelend dat ik een beetje over NEC heb? Dat is toch logisch? Nee, maar kijk, het is logisch. En dat zei Richard ook tegen mij. Luister, ik heb voornamelijk allemaal goede tijden meegemaakt. Als het slecht gaat, wat mijn probleem is om dat te doen, ik ben natuurlijk toezichthouder, inspireren, stimuleren. De woordvoerder is de directie. Wilco is de woordvoerder. In dat beeld heb ik ook afgesproken. Ik ben allerlei programma's gevraagd dit jaar. Als het slecht gaat, word je overal gevraagd om te komen. Ik heb nergens... We hebben Wilco van Schaik 2 keer benaderd toen het heel slecht ging. En die komt dan ook. Ja, maar je begrijpt me niet. Of je luistert niet goed. Wilco van Schaik is directie. En die zijn woordvoerder. Precies. Ik mag helemaal niet op de televisie komen. Nou, nee. Ik hoop dat hij niet kijkt voor jou. Nee, Wilco niet. Maar ik heb met mijn collega's afgesproken. Ik snap heel goed wat je zegt. Volgens mij heb je geen gekke dingen gezegd. Nee, we gaan even horen, want Colin gaat het allemaal samenvatten. Ja, nee, maar die van de maten zei ook een beetje laf. Als je nou niet goed gaat, durf je niet te komen. Ik zei, nou, ik durf wel te komen, alleen ik heb afgesproken dat ik het niet zou doen. Ik vond het top dat je er was en laten we afspreken dat dit het laatste seizoen van NEC in de eerste divisie was. Heel goed. Dank je wel. Leen Looyen. Dank. Iris ging uit jagen, want de jager moet in beeld. En Koen werd achtervolgd door beide dames. Hij heeft geen plezier in doden, nee, jagen is veel meer. En openheid voorop, zodat we beter kunnen praten. Geen oordeel, want het verhaal moet verteld. Zijn je nieuwe buren misschien ex-gedetineerd? Als zorg mist in commercie, kan het misgaan. Toezicht blijkt zorgwekkend, moet de cowboys niet geweerd. Moet goede zorg niet juist boven de winst staan. Een openbaarheid van rapporten, zodat men ziet wat er echt speelt. Problemen structureel en veel te veel. Levenslang een NEC'er. Leen geeft echte hoop niet op. Fan zijn is toch lastig als een rampseizoen voltrekt. Verliezen kun je leren, ja het is echt. Zijn laatste noot gezongen, maar Koos die klinkt maar door. Een Amsterdamse jongen, die Nederland verloor. Vader voor zoveel, voor het Nederlandse. Applaus zal blijven klinken, want Koos vergeet je niet. Een lach en een traan, de legende is gegaan, maar gevangen in het laatste mooie lied. No, that-